Vol trots laten de kinderen van groep 6 van basisschool De Bloktempel hun schilderijen zien. Wij hebben ons eigen ontwerp gemaakt, maar het lijkt wel een beetje. Ze draagt altijd heel veel blauw, dus daar hebben we blauw gedaan. Een beetje koninklijk, alsof ze in het koninklijk tehuis is, zeg maar. Ik vind hem zelf wel goed gelukt. En nog zo'n rode... Zeg maar, die, ook die, de burgemeester, ja, shambles. En nog een gouden button, zodat iedereen ook weet dat ze de koning is, koningin is. En nog de kroon. En wisten jullie nou hoe ze eruit zag? Ja, we hebben het gewoon van een overgezocht op Google. En wie niet had gegoogeld, kreeg een beetje hulp van meester Bas. Ja, we hebben even via het digibord gekeken naar foto's van onze koningin. Want voor sommigen is het toch een beetje lastig, hoe ziet ze er weer uit, welke kleuren moet ik gebruiken. Maar uiteindelijk is het helemaal goed gekomen. Maar hoe trots zij ook is, de leerlingen zijn kritisch op hun meesterwerken. Ik vind het wel mooi geworden, alleen ik vind de ogen wel een beetje heel groot. Ik heb een beetje te groot en bol hoofd gemaakt. Eén oog is een beetje groter dan de andere, maar dat geeft niet, toch? Nee, doet ze een soort van zo. Een beetje koninklijke knipoog eigenlijk. Ja. Zeg, er wordt hier stiekem nog gewerkt aan het schilderij. Wat doe je nog? Nou, ik was net de oorbel. We waren de oorbel, het oorbel vergeten, dus... Ja, Maxima had er maar eentje. Ja, dat zou wel raar zijn. En wat denk je, zou Maxima deze wel aan de muur willen hebben in het paleis? Ja. Zeker weten. Lang leven.